De nieuwste set is uit! The Scarlet and Violet Twilight Masquerade. En ik heb hier niet alleen de Elite Trainerbox in mijn hand, maar ik heb hier ook de prachtige Boosterbox bij me. En deze Boosterbox gaan we morgen openmaken, dus vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Maar voor deze video van vandaag gaan we deze Elite Trainerbox lekker open knaken. Ik weet volgens mij maar één kaart die daadwerkelijk in deze set zit. En dat is wel een recordje, want normaal gesproken word ik wel vaker iets meer gespoiled. En dat is dat hier een Greninja kaart in zit. Of het nou ook precies de Chase kaart is, dat weet ik niet zeker. Maar ik vond hem wel vet en ik wil hem best wel hebben. En als je nou ook al deze prachtige pakketjes wilt, dan heb ik gewoon goed nieuws voor je. Want deze packs heb ik gekregen van mijn grote vrienden van Flashcards. En het allereerste linkje in de beschrijving gaat naar hun website toe. Dus als jij deze nieuwe set zelf ook wilt gaan sparen, of nog een aantal andere sets wil completen, zou ik het zeker weten aanraden om bij hun te halen. 9 pakketjes, dames en heren, jongens, meisjes. 9 pakketjes. Daar hebben we even zin in. Dat gaat mooi, gezellig en nice worden. I mean, je wordt altijd wel een klein beetje gespoild natuurlijk aan de voorkanten. Dat deze Pokémon er natuurlijk allemaal in zitten. Maar dan weet ik nog steeds niet hoe de kaart eruit ziet. Gaan we gewoon meteen First Pack Wonder gewoon in één keer een zieke pool hebben? Nou, dat zou ik wel vet vinden. We gaan het zien. Corphish. Naar mijn mening een underrated Pokémon. Zeker weten een leukie, omdat hij natuurlijk in Ash Team zat. Grookey vond hem echt geweldig als starter. Totdat ik zag waarin hij uiteindelijk in evolueerde. En toen was ik al misschien een beetje overgestapt van starter. Maar ja, wat doe je eraan? We hebben hier Finizen. Nou, die krijgt wel echt ongelooflijk veel liefde de afgelopen tijd. Dat is niet normaal. Maar, mooi kaartje. Vroom, 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 vroom. We hebben hier een prachtig mooi bloemetje. En de Festival Grounds is wat leuk, want dit is gebaseerd op de allereerste DLC van Scarlet and Violet. Waar je zeg maar dat aapje tegen kon komen. En die vogel en die beer. En die ogre, die ogre. We hebben hier Spinarak. Heel cute, heel lief aardje. Ninetales in reverse. En als allerlaatste hebben we een Heatran. Kijk, en dit was ook een van de allernieuwste Pokémon's die was gereleased. Die is zeg maar gebaseerd op dat theekopje. En misschien gaan we ook wel poelen, het theekopje. Dat weet je niet. Gudder. Gudder, 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 gudder. Wat is dit voor trippy kaart? En is sowieso wel een Tamukasa kaart. Dat zag je wel meteen. Een Aarontje. We hebben een Sandshrew. Heel lief. Leuk, leuk Basie. We hebben hier een Conkeldurr. Weer de vroom, vroom, vrooms. Hey, de maskers. Die kon je natuurlijk allemaal verzamelen voor je ogertje. En wat verschillende playstyles daarmee hebben. Dan heb ik hier de Wattrol in reverse. Kadabra. Gewoon weer leuk om Kadabra te zien. Dat hij niet meer geband is door Uri Geller. Thanks Uri Geller. Very cool. En daar hebben we hem. De Tail Mask. Ogre Pawn. Hij is binnen. En ik weet niet of sommigen van jullie het herinneren. Maar ik heb echt heel lang geleden heb ik al eens een keer een Pokémon quiz geüpload op mijn YouTube kanaal. En dat waren best wel grote successen. Nou heb ik in februari ook heel veel van opgenomen. Alleen wel in 2023. Ja, het zijn video's die ouder dan een jaar zijn. Maar die gaan we vanaf volgende week online komen. Met allemaal verschillende YouTubers. En ze worden echt hartstikke leuk. En hier een kleine sneak peek. Best Collegian. Welke van deze twee is het vrouwtje? Ja, dit zijn twee mannen. De een is gewoon levensmoe en de ander is gefrustreerd. Ja, nee, ik hou gewoon deze theorie aan, want dit werkt wel het beste tot nu toe. Al moet ik wel zeggen dat... Nee. Kijk, Res kijkt ook een beetje agressief. Links, die kijkt ook een beetje zwoel. Ja. Dan zou ik juist wel weer zeggen, Res is het vrouwtje. Want de eerste, de inkomronde, was ook een beetje agressief. Al links is wel saaier. Ja. Snap je? Dit is echt een 50-50. Waarom kijkt die linker alsof die dood wil? What the fuck? Die is zo somber. En het vrouwtje is boos. Oh, misschien daarom. Dat die rechter dan boos is. En die man die moet dan zijn vrouw gelukkig maken. Maar dat lukt hem niet. Dus hij is verdrietig. Me IRL. Oh my god. Wat is dit voor een lelijke Pokémon? Hey, niet zo lullig dan tegen Best Collegian. Is dit een koppeltje? Ja, dat ze zeg maar net gewoon ruzie hebben gehad. Dat bewijs van de linker is gewoon de man. Die heeft net een hele lange werkdag gehad. Komt thuis. En de vrouw die is gefrustreerd over de man. En een gebrek aan compassie die ze hebben. En daardoor slaat zij uit naar hem toe. En hij is gewoon levensmoe beeld van een biertje drinken op de bank. Ga met je gevoel, Harm. Ik ga nou een keer tegen mijn gevoel in. Oh. Want die beredenatie klopt ook niet altijd natuurlijk. Dus ik zou nu zeggen, puur omdat bij die inkomronde ook de vrouwelijke was agressief. En dat is bij deze ook zo, dan denk ik. Dus rechts. Goud. Nee! Ik ging maar gewoon af op mijn eerste gevoel. Ik zei nog zo, ga op je gevoel in, maar helaas. Ja, shit. Ja, dit wordt een gokje, maar ik denk dat rechts het vrouwtje is. Helaas, links was het vrouwtje. Okay. Zonde, ja, ik had geen argumenten voor. Ik denk dat dit een instinker is, dat de linker het vrouwtje is. Maar ik ga voor rechts, omdat die ziet er ook echt uit van... je draagt mijn tassen niet goed en ik heb niet genoeg make-up. Het is een vis.
Ja, oké. En dan wat? Ja, nee, sorry. Fout. Ja, ik wist het. Net had Magikarp ook gewoon wit. En dat was een vrouwtje. Mm-hmm. Ik ga voor wit. Oké, dus hebben we het goed. Nou, als dat geen leuke sneak peek meer was, weet ik het ook niet meer. Trouwens, Ursaluna. Ja. Dat was ook echt een pain in de ass om die te krijgen. Moet je zo ongelooflijk veel Pokémon's vangen en in je Pokédex hebben. Dus je hebt de kans had om die tegen te komen. Maar was zeker weten wel leuk. En zeker weten ook een sterke Pokémon. We hebben hier de Grass Energy. Caretaker, welkom. Climate vond ik aan de ene kant wel een geinige Pokémon. Maar uiteindelijk niet in mijn team gehad. Vond hem toch uiteindelijk niet zo heel erg leuk als ik dacht. Lampant, hallo. Hey, kijk, Speak of the Devil. Dit is de voorevaluatie van de theekoppie. Poltergeist, zo spreek je hem als goed uit. Hoop ik. Hey, en dat is de evaluatie. Glimmora, echt een Pokémon die een zieke ability heeft. Voor als hij doodgaat, dan laat hij zeg maar toxic dingetjes achter. Wat super sterk is. En dan heeft de champion van deze generatie, heeft hem als allerlaatste Pokémon. Super sim. Heel goed over nagedacht. Poliwrath. We hebben Hassel. Meest forgettable trainer van heel die generatie. Ducklet. Looking cute. Looking kinda cute. Looking... Oh, what the hell? Wow. Oké. Dit is een mooi kaartje. Wauw. Normaal. Ik heb geen idee welke kaart ik kan verwachten. Ik denk niet dat deze een gigantisch hoge waarde heeft. Want het is maar een 1 ster. 1 goldster kaart. Maar ik vind hem wel ongelooflijk prachtig. Holy damn. Wat een vette kaart. En als allerlaatste Arcanine. Kijk, hier hebben we de ogre met de tail mask. Ik ga niet tegen je liegen. Ik wil gewoon heel graag dat er een Hydreppel kaart komt. Een hele mooie Hydreppel kaart. Gewoon een hele mooie alt art. Daarvan zou ik kunnen genieten. Chansey. Tangela. Welkom. Clefairy. Fun fact over Clefairy. In het Duits heet die Pipi. Maar het is echt een hele leuke mooie kaart. Wauw. Dat is echt een cutie. Die wil ik graag in het Duits hebben. Dat zou ik wel... Als er toevallig mensen zijn die Duits zijn en mijn video's kijken. Ik wil graag hier de Duitse Pipi kaart. Heel erg graag. Met vriendelijke groet Linky Chogger. Dan hebben we hier Glalie. Dan komen we bij de reverse. Tipplin! Let's go! Zat in mijn team, hè, deze. Deze zat in mijn team. Ik wist gewoon dat er nog iets achter zou komen. Ik heb trouwens wel de gouden hiervan. De gouden Tipplin. Dan kom op nou. Een gouden Pokémon. Super vet. En dat uiteindelijk hierna nog evolueerde was. Perfect! En als allerlaatste... Oh nee, gaan we niet naar de laatste. We hebben eerst Litwick nog. En als allerlaatste hebben we Frostlash. Die past perfect bij Glalie. En nu beginnen we met zo'n lekkere Grass Energy. Dan hebben we Poliwag. Lijkt net alsof het in Pokémon Snap genomen is. Want dan staat Poliwag ook heel vaak in naar het water te kijken. Dan komen we weer bij Corphish. Een van de cuties. Rookie. Dezelfde volgorde begin ik een beetje te krijgen. Heel veel dubbele kaarten. Een nieuwe kwaadaardig spinnetje. Mag je zeker weten wel zeggen. We hebben een leuk fluitje. Hartstikke leuk. Snorlax. Nou, heb ik een goed nieuwtje voor een vriendin van mij. Die is ongelooflijk fan van Snorlax. Dat is, haar naam is Lotte. En ik weet 100% zeker dat zij deze kaart wilt. Poliwag ook in de reverse. En zijn allerlaatste. Oeh, jammer. Nogmaals. Ik wist dat er een Greninja kaart was. Het is niet deze. Het is niet deze kaart. Maar wel de full art versie van Greninja EX. Misschien ook wel wat waard. Misschien wel een paar kipnuggets. Maar voor nu gaat hij lekker in de sleeve. Tot nu toe 2 full. Geen normale EX'en. Dat is wel een full art of beter. Dus dat is eigenlijk wel nice. Inclusief deze nog 4 pakketjes. Nou, dan hoop ik nog wel dat we 2 poeletjes krijgen, toch? En dan vind ik het wel zo'n een prima geslaagde pack opening. We hebben hier Feebas. We hebben Dreepy. Ik wist dat hij erin zat, omdat ze de laatste evaluatie natuurlijk de art had op de package. Drefric. Hoop dat zijn evaluatie er ook bij zit. Want die vind ik echt een leukie. Vulpix. Lekker een tukkie aan het doen. Filowattrol. Aan het vliegen. En een volledige storm aan het creëren hier zo. Bij Hoek van Holland. We hebben Sandslash. Die evaluatielijns hebben we ook helemaal compleet. Dat is nice. Lucian. Hallo trainer. Ik heb geen idee waar je van bent. We hebben de Caretaker in reverse. Dan hebben we Hawlucha. Ook in de reverse. En het allerlaatste. En Amoros. Een vrij forgettable Pokémon als een van de genie. Dan gaan we door naar de volgende. Maar die gaan we pas doen als ik jullie promokaart heb laten zien. Want natuurlijk in elke ETB zit altijd een promokaart. En deze set heeft maar 1 ETB. Dus 1 promokaart die je kan sparen. Dus je hoeft niet per se 2 ETB's te kopen. Net als bij de vorige set. En dit keer is het wel een cutie, kan ik je vertellen. We draaien hem om en het is de prachtige Hogerpaw. Met de tail mask. Degene die we eigenlijk net hadden gepoeld als holo. Maar nu als alt-artje. Lekker door het veld heen aan het rennen. Niet per se het masker op. Heeft wel het masker bij zich. Ja, het is toch wel echt een mooi glimmend kaartje, kan ik je vertellen. Heel nice. Nou, gaan we toch kijken wat in deze pack zit. Er zit trouwens een randje op ongeluk. Ik hoop niet dat het te veel spoilers waren voor jullie. Maar hier hebben we Wattrol. Degene die Roy in zijn team heeft van de Pokémon anime. Ja.
Ik ben niet aan het koenkeloeren. Dan ben ik toch benieuwd waar het heen gaat. En met Twacky vond ik ook nog wel een leukie. Nog best wel een solid middle stage Pokémon. Maar het laatste, ja, die gorilla was toch niet echt mijn vibe. We hebben Slurpuff, mijn Milotic, van sommige mensen hun favoriete Pokémon. Was ook de lievelingspokémon van Joost trouwens, voordat het Lucario werd. Ik ga je één ding zeggen, hè. Perrin, ik hoop echt dat jij een alt art of een full art hebt die ik prachtig vind. Want dit is een waifu'tje en dat kaartje wil ik hebben. Dat is mijn chase card bij deze. Ik weet niet of het er is een full art of een alt art van jou, maar dat is nu bij deze mijn chase card. En daar ga ik voor. Heracross! Ook echt een leukie. Wauw. Best wel geinig artje. Ik vind hem wel leuk dat zeg maar, hier best wel druk is waar hij is en dat dit helemaal kalm is. Ik vind eigenlijk wel wat hebben. En hetzelfde met deze, Snowrun. Echt heel leuk gemaakt. Lekker in zijn iglootje. Lekker warm te zijn. Lekker genieten. En nice. En dan hebben we hier mijn lievelings-Pokémon. Had je misschien ook al kunnen zien. En dan zat ik dezelfde art ook gewoon. Luxray EX. Heel ziek. En heel nice. We gaan hem eventjes sleeve en sleeven. Luxray EX is binnen, baby. Dat betekent dat we nog 2 packjes over hebben. Waar hopelijk dan op zijn minst nog een pool in moet zitten. Dat wil ik graag van jullie horen. Moet dan links de pool in zitten? Of zou in rechts de pool zitten? Laat weten in de comments welke van de 2 je gaat kiezen. En dan gaan we als eerst beginnen met de allereerste. En voor alle mensen die 1 hebben gekozen, let goed op. Misschien had je wel gelijk. Misschien zat hier wel de pool in. We gaan het zien. Met de fighting energy. We hebben Froakie. Die hebben we natuurlijk wel nodig. Als we een Greninja willen evolueren. Lekker in het klei. Eevee. Dat is een kaartje die ik zou moeten geven aan Bindi Rose. Want die is een groot fan van Eevee. Phantom in the building. Zo, hoe heet deze Pokémon ook weer? Ik weet niet meer hoe je deze uitspreekt. Kun je even de comments achterlaten hoe deze Pokémon ook weer heet? Dan kan ik daar eventjes op reageren. We hebben daar Manitan. Dan hebben we Leafeon ook voor Bindi Rose. Want ze wil alle evolutions hebben. Swanna. Best wel een geinig Pokémon uiteindelijk wel. Dan hebben we Poochyena en Reverse. Dan hebben we... Yes! Ik wist niet dat dit een ding was. Dripplin. Ja, ik heb gezegd wat ik van Hydreppel vond. En de Applin-line. Want Applin vind ik wel echt een cutie. De evolutie vond ik een beetje matig altijd. Maar de Dipplin-line is... perfect. En er is een alt art van. En die heb ik. Voor iedereen die packje 1 heeft gekozen. Hartstikke gefeliciteerd. Want deze is ongelooflijk nice. Oh mijn god. Ik weet niet dat ik heb shiny hunt voor deze. Toen deze uitkwam heb ik een groene appel gevangen. In een klote shiny hunt method. Die gewoon niet leuk was. En dan heb ik hem geëvalueerd. En dan was die goud. Dat had ik hem level 100 gemaakt. Oh mijn god. Wat vet. Wat vet. Oh mijn god, wat top. En dan hebben we hier het theetje. Nice. Ja, deze heeft wel echt de box gemaakt nu al. Ik wil nog steeds Perrin alt art of full art. Maar klagen, dat doen we zeker weten niet. Nou, ik ben benieuwd. Voor de mensen die pakje 2 hebben gekozen. Of hier überhaupt ook een hit in zit. Ik kan je denk garanderen dat mensen die pakje 1 hebben gekozen. Dat hun waarschijnlijk degene zijn die als enige een pool hebben. En stel, pakje 2 heeft wel een pool. Dan gaat hij hem denk niet overtreffen. Dan ga je hem denk niet overtreffen. Maar we gaan het zien. We blijven wel een beetje optimistisch. Door te kijken naar deze Fire Energy. Heliolisk. We hebben Ducklet wederom weer. Voor informatie van Swanna. Emolga lekker aan het vliegen. Lekker aan het chillen. Hoe zie je een Growlithe? Ik wil wel wat meer hoe zie je een Pokémon zien. Oh, wat nice! Nog een Dipplin kaart. Ook hartstikke leuk. Ik geniet van deze kaart. Wat geinig dat ik zeg maar eerst de Altart heb. En dan pas de normale. Oh, deze is ook best wel sterk. Ik ben zelf niet echt per se een speler. Maar deze doet zeg maar 20 damage voor de hoeveelheid Pokémon die je op je bench hebt. Maar als dan zeg maar die Festival Ground kaart die ik laatst heb laten zien. Als je die hebt. En je killt dus een Pokémon. Dan mag je dus daarna meteen nog een keer aanvallen. Gewoon echt een tactical nuke. Als er nog heel veel zwakke dingetjes in neergelegd. Dat is echt super nice. Cramorant heeft helaas geen Pikachu. Of zo'n ander dingetje in zijn bekkie. Dan hebben we hier de karakter waar ik echt eigenlijk ongelooflijk hekel aan heb. Kieran, ongelooflijk spoiled. Klote kind. Mag ik misschien niet zeggen. Maar ik vond hem echt heel vervelend. Ook zijn zus was helemaal niet te nakken. Hallo. Rillaboom, we hadden het nog over je. Beetje matige Pokémon. Ga niet tegen je liegen. Gaat u maar weg. Kadabra. Shoutout Uri Geller voor het unbannen van deze Pokémon. En de laatste kaart is de Walking Way. Wel een ancient kaart. Dus de mensen die pakje 1 hebben gekozen, die hadden het goed. En we gaan het nog beter doen in deze prachtige boosterbox die ik ook heb gekregen van mijn vrienden van Flashcard. Die video komt morgen online op mijn YouTube kanaal. Vergeet niet te abonneren. En bedankt voor het kijken. Doei doei!